ben Malief, ik ben 20 jaar en ik ben vrijwilliger hier bij Arkin. Dus, Hoe ben jij erop gekomen om je vrijwilliger te worden? Dat is eigenlijk heel bijzonder gelopen. Ik studeer psychologie en daarom ben ik eigenlijk een beetje gaan kijken van ik wil eigenlijk een beetje iets praktisch doen. Zeker omdat de studie die ik doe, ja, het is gewoon heel theoretisch. Er loopt ook helemaal geen stage verder in de bachelor, dus ik wilde gewoon een beetje ervaring opdoen en kijken wat ik er nou echt van vond in het dagelijks leven. Hoe ben jij ontvangen als vrijwilliger bij Arkin toen je had gekozen voor deze plek? Eigenlijk heel goed. Vanaf het begin al heel erg goed. Dus in eerste instantie dacht ik, ik zou vast dingen moeten organiseren of in de keuken helpen of zo. Maar nu ben ik echt heel direct met cliënten bezig. Dus eigenlijk nog veel leuker dan ik verwacht had. En ik leer heel veel, dus ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Dus wat leer je dan allemaal? Nou ja, sowieso hoe je nou echt met mensen omgaat die dus bepaalde problematiek hebben. Je kan wel lezen in een boek, schizofrenie is dit en dit. Maar hier hoor je iemand die naast je zit, die heeft schizofrenie. En dan merk je ineens dat het toch wel lastig is om mee om te gaan. Of dat je op een bepaalde manier moet aanspreken. Dus dat eigenlijk vooral. Dus jouw theorieboeken worden hier gewoon werkelijkheid? Letterlijk, ja. Ja. En wat staat er verder nog op het programma vandaag? We gaan cake maken straks. Dus eerst hebben we van 10 tot 11 hebben we medium care. Daarmee gaan we eigenlijk vooral spelletjes spelen en lekker een broodje eten. En dan daarna gaan we dus cake maken met iemand van de HIC+. Omdat diegene dat zo graag wilde. Dus dan hebben we een heel recept van haar gekregen. En dan gaan we lekker een aantal cakes maken. Heb je zelf nog dingen favoriet? Wat je het leukst vindt om te doen? Spelletjes spelen of praten? Of ja, ik vind praten eigenlijk sowieso heel erg leuk. Omdat de mensen dan echt een beetje los voelt komen en zo. Maar ik ben ook wel heel erg van tekenen. Ik heb zelf ook heel lang tekenles gehad. Dus ik vind het liefst ga ik eigenlijk tekenen met cliënten. Ik wil iedereen gewoon laten lachen en een fijn gevoel geven. En ik geloof er ook heel erg in. Sommige mensen kun je heel goed helpen met beter worden. Maar soms is een lach al genoeg. En dat wil ik dan bezorgen.